Hoe heerlijk wanneer je op vakantie bent geweest en je de ontspanning nog in je lijf voelt. Of wanneer je net terugkomt van een dagje sauna. Of wanneer je net een heerlijke massage hebt gehad. Die ontspannen tinteling in je lijf. Zo zalig, dat wil je elke dag wel, toch? Met deze 2 minuten creëer je jouw relaxmoment op ieder gewenst moment van de dag. 2 minuten even voor jezelf en je voelt weer de ontspannenheid in je lijf. Ga er rustig voor zitten en laat mij je maar begeleiden. En zodra je de oefening kent, kun je dat op ieder moment doen, op iedere gelegenheid. Zelfs in een overvolle trein of in de file. Geniet. Ga rustig zitten in een stoel. Zet je beide voeten op de grond. En leg je armen en je handen gewoon lekker relaxed in je schoot of naast je. Doe je ogen dicht. Of als je dat niet prettig vindt, hou ze open. Allereerst beginnen we heerlijk even diep adem te halen. Gedurende de dag hebben we vaak een hele oppervlakkige ademhaling. Dus leg je aandacht vooral even op je buikgebied. Terwijl je inademt, adem je daar automatisch dan ook naartoe. Dus adem diep in. En weer even lekker uit. De volgende ademhaling houden we even vast. Adem in. Hou hem even vast. Nog even. Heel even. En blaas heel snel uit. Terwijl je je ademhaling gewoon lekker diep houdt, voel je je steeds wat meer wegzakken in je stoel. En elke in- en uitademing gebruiken we voor de broodnodige ontspanning. Dus adem in. En uit. En terwijl je dat gewoon rustig doet, ga je met je aandacht naar je hoofd. Waar op je schedel voel je spanning? Misschien bovenop, omdat je de hele dag een staart draagt. Onderin je schedel, net bovenin je nek. Dat kuiltje, wat ook aardig wat spanning kan krijgen. Als je dan uitademt, adem je er naartoe. Net alsof je daar alle spanning wegblaast. Dan ga je met je aandacht naar je gezicht, je ogen, je wangen, je kaken. Vaak willen we daar nog wel wat spanning zetten in de kaken. Door je tong los in je mond te leggen, creëer je al wat meer ontspanning. Adem in en blaas het weg. Ga dan met je aandacht naar je nek, je schouders. Ook zo'n heerlijke plek voor de nodige spanning. Duw desnoods je schouders iets omlaag. Meestal trekken we die ook wat omhoog. En ga verder met je aandacht naar je bovenarmen. Je elleboog. Je onderarmen. En je handen. Strek desnoods je handen net even iets meer uit. En blaas de spanning weg. Ga verder van je schouders naar je schouderbladen, je lange rugspieren, onderin je rug. Alles wat we meedragen de hele dag blazen we nu eens lekker weg. Voorkant van je lichaam, je borstkast, je buik, je maagstreek. Je billen. Knijp desnoods even lekker in je billen. Dan kom je iets omhoog. En dan bij de uitademing zak je lekker weg. Laat je de spanning weer los. Ga je met je aandacht naar je bovenbenen. De voor- en de achterkant. Je knieën. Je scheenbenen en je kuiten.
En blaas het weg. En als laatste de spanning in je voeten. Blaas het allemaal weg. En blijf dan gewoon even rustig zitten. Desnoods doe je nog een ronde. Ga je nog een keer van boven naar beneden. Adem nog even lekker diep in. En uit. Strek je even lekker. Wiebel even met je handen en je tenen. Doe je ogen open. En geniet van de tinteling die je nog voelt in je lijf. Fijne dag verder. Dat was lekker. Wil je de oefening nog een keer doen? Druk dan op de knop die nu verschijnt en dan krijg je alleen de oefening te zien. Dan kan je er meespelen wanneer jij even het relax moment neemt. Wanneer je de oefening kent, heb je het mij niet meer nodig en kun je het doen op ieder moment. En dan ben je er echt binnen 2 minuten doorheen. Geniet van jouw ontspanmoment.